De politie heeft in de nacht van zondag op maandag rond 2:30 aan het Schalkeroord in Rotterdam-IJsselmonde het stoffelijk overschot aangetroffen van een vrouw. Twee passanten hadden een melding bij de politie gedaan nadat zij het slachtoffer in een auto levenloos zagen zitten. De politie heeft op de parkeerplaats waar de auto geparkeerd stond een sporenonderzoek ingesteld. Er is nog niet bekend hoe de vrouw om het leven is gekomen. Een misdrijf wordt in ieder geval nog niet uitgesloten. We staan hier aan de Schalkeroord. Wat is hier precies gebeurd? Rond 1:00 vannacht kregen we een melding dat er iemand was aangetroffen in een auto hier aan de Schalkeroord op de parkeerplaats. De politie is hier naartoe gegaan en trof inderdaad een vrouw aan in een auto. En ze is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Hoe is de politie de vrouw op het spoor gekomen dat die in die auto zat? We kregen een melding van getuigen die hier iets zagen in die auto. En toen is de politie polshoogte gaan nemen en troffen de vrouw aan.